Tilburg is aan het overstromen met scheid. Dames en heren, dit mag in de geschiedenisboeken. Ja, het was toch wel een scheidstad. In dit licht lijkt mijn haar geel. Dat is beter. Oké, jongens. Welkom terug in Nederland. Zo goed als heel Limburg is af. Op Venlo na en nog wat noordelijke eenzame dorpjes hierna. Hier, ik kan het vaak blijven zeggen, maar hier, check eens even hoe Maastricht en Heerle erbij liggen. Geweldig toch? Hier, het vieze DSM-industriegebied leeft aardig. Oh, er rolt ook gelijk een treintje langs. Hallo? Hoeveel mensen zitten er in deze trein? Ja, ik weet niet. Ik vind dat altijd interessant. 77. Ho! Maat! Kijk hoeveel mensen er in station Sittard staan. Wow, dit is abnormaal. Dit is echt abnormaal. Hallo zeg. Oké, Sittard is populair. Komt waarschijnlijk inderdaad door die voetgangersbrug die ik hier richting het industriegebied gemaakt heb. In ieder geval, dames en heren, vandaag is het tijd dat we verder bouwen aan mijn eigen buurtprovincie. Brabant. En we gaan niet zomaar bouwen in Brabant. We gaan een stad bouwen in Brabant. Menig van jullie zal er waarschijnlijk uitkomen. Ik heb het namelijk over... Tilburg. Tilburg, ja, ik kom er voor de rest niet vaak, maar ik weet dat de Efteling daar in de buurt ligt. En ik weet dat daar ook de Beekse Bergen in de buurt ligt. Dus jongens, dit kan nog wel eens een interessante aflevering worden. Hier ligt uiteraard Eindhoven precies op zijn plekje. En hier ligt Tilburg. Ik heb al een kruispuntje hier ook gebouwd. Het begin is er. Al zeg ik het zelf trouwens, het is best een mooi kruispuntje geworden. Ja, dat vind ik wel. Oké, op Google Maps zie ik dat hier de Beekse Bergen liggen. Dus dat geef ik dan nog maar eventjes aan zo. En we weten natuurlijk allemaal waar de Efteling ligt, jongens. In Kaatsheuvel. Kijk eens hier. Dus ook die positie geef ik eventjes aan met een naampje. Efteling. Maar goed, jongens. Voordat we aan één van die dingen gaan bouwen, gaan we natuurlijk Tilburg op de kaart zetten. Of ja, het staat al op de kaart. Maar oké, je snapt wat ik bedoel. Oké, station Tilburg. Als ik een beetje goed kijk, ligt ongeveer daar zo in het midden. Ik weet niet, ik vind het altijd handig om gewoon met het treinstation te beginnen en daaromheen de stad te bouwen. Hebben we bijvoorbeeld ook gedaan in Amsterdam. Ja, alleen Amsterdam Centraal staat hier nou eenzaam te chillen. Maar goed, weet je, het is een begin. We kunnen deze gebruiken hier, het City Station. Die hebben we alleen ook al gebruikt in Eindhoven. We kunnen natuurlijk ook gewoon het standaard station van Cities Skylines gebruiken. Nog helemaal niet aan gedacht. Laten we dat doen. Want ik wil het liefst dit moderne ding voor Schiphol overhouden. Oké, jongens, station Tilburg is hartstikke zeker weten een feit. Ik leg hem ietsjes meer van dat kruispunt af. En dan gaan we eens gluren. Ik zie hier een waterstroompje, een kanaal door Tilburg lopen. Kunnen wij dat op zich misschien leuk ook doen? Kijk, ik weet dat Cities Skylines zelf ook een paar kanalen heeft. Hier. Ja, dat is echt veel te groot. Nevermind. Goed, jongens. Hier vanaf knooppunt De Baars. Ja, ik heb even afgekeken. Gaan wij Tilburg bouwen. Ik zie dat hier zo'n hoofdweg. Oh. Nee, dat ook niet. Oh. Soepel begin. Soepel. Trouwens, als ik op dit kaartje kijk, zie ik dat er ook een weg helemaal om Tilburg heen loopt. Oké, interessant. Dus voordat we eigenlijk iets anders gaan doen, laten we eventjes die randweg, zal ik het maar noemen, ook even bouwen. Boom. Kijk eens, oké, dit wordt Tilburg. Nou, Tilburg is nog best wel groot. Kijk, handig zo'n zandpaadje. Dan kan ik precies zien waar ik naartoe moet. En toevallig heb ik wel eens over deze weg gereden. Ik weet dat het in het echt een vierbaansweg is. Ja, weet je, ja. Kijk eens aan, jongens. De randweg van Tilburg. Die gaat hier aan deze kant even omhoog. Dat heb ik uiteraard ook bewust gedaan voor een snelwegafrit. Kijk eens aan. Nu ben ik eens benieuwd. Waar loopt deze weg verder naartoe? Baarle-Hertog, zo heet dat toch? Hier zie je het ook. Hier die grens die helemaal tript. Ook in Baarle-Hertog ben ik al eens geweest. Daar woont namelijk Master Milo. Sommigen van jullie kennen hem mogelijk. Daar was ik toen ooit eens voor een dubbelfris campagne. Boeit dat jullie niet? Ja, sorry. Oké, dan gaan we deze kant op. Deze weg die loopt eigenlijk gewoon regelrecht door Baarle-Hertog België in. Of ja, eigenlijk is Baarle-Hertog België en Nederland. Ja, het is ingewikkeld. Hier loopt ook een weg richting Breda. Laten we die ook maar gelijk bouwen. Hier. Hopsakee. En dan loopt er ook een weg regelrecht Tilburg in. Goed om te weten, joh. Laten we er een boomweg van maken. Dat voel ik wel. Boom. Oké, die weg hier voor het station. Laten we daar gewoon eens voor de verandering een betonnen weg van maken. Het centrum van Tilburg. Dat ligt hier zo, aan deze kant. Oh, er rijdt hier al een politieauto. Alles in de gaten houden, terwijl hier nog niks is. Er rijdt hier ook een tractor. Sinds wanneer mogen tractors eigenlijk op de snelweg? Sorry, trekker. Of ja, hier staat wel gewoon tractor. Sinds wanneer mogen die op de snelweg? Kijk eens wat die gast. Jezus. Trouwens, jongens, ik heb hier ook direct de autoweg gemaakt die hier richting Den Bosch loopt. Want dat gaat hier ooit komen. Ja, ook hier een, ja, zeg maar ingewikkeld kruispuntje gemaakt. Maar wel ongeveer hoe het in het echt ook zit. Hier moet je even goed kijken. Ik zal wel even een foto laten zien van het echte kruispunt. En dan nog even rechts zo die gaat. We kunnen hier nog altijd een snelwegafrit maken. Die ligt er denk ik in het echt ook. Ja, zo te zien wel. Maar, want in deze versie van Tilburg gaan niet zoveel mensen wonen als in de echte versie. Ja, het is de harde waarheid. Weet je, het is gewoon een beetje afkijken met kaartje en dan toepassen in Cities Skylines. Weet je, en nu ik zo kijk, is dit wel de ultieme plek voor een... Ja, je voelde hem aankomen, rotonde. Weet je, waar vier van die belangrijke wegen bij elkaar komen, is dat soms wel eens handig, zo'n rotonde. Boom. Prachtig. Je kan zeggen wat je wil, maar Tilburg begint ergens op te lijken. Ja, voor jullie lijkt dit waarschijnlijk om een hampeltje wegen. Maar als we zo even kijken, liggen die wegen behoorlijk op zijn plekje, hoor. Goed, laten we eventjes het spoor aanleggen voordat we de rest van alle wijken aanleggen. Weet je, is wel zo handig. Heb je dadelijk een hele wijkgebouw, moet er weer een spoor doorheen. Allemaal gedoe. Oké, dit spoor gaat dan een beetje hier richting Boxtel. En die moeten we dan uiteindelijk ook eventjes aansluiten op de treinlijn hier vanuit Utrecht. Of Eindhoven. Oké, hier ligt een hele woonwijk genaamd de Reeshof. Sowieso kijkers voor jullie uit de Reeshof. Ik ken jullie wijk een beetje. Ik ben er 1 keer geweest. Fijn hoe ik in het begin van de video zeg dat ik nog nooit in Tilburg ben geweest. Maar goed. Ik heb misschien gelogen. Ja, dit vind ik nou lastig. Ik wil gewoon dat dat spoor rechtdoor gaat. Oké, laten we die trein gewoon recht door de Reeshof lopen. Ja. Dan loopt ook gewoon een treinlijn in het echte recht door de Reeshof. Dus het boeit niet. Even hier een brug van maken trouwens. Anders ziet het er wel heel belabberd uit. Jongens, het centrum van Tilburg gaat gebouwd worden. Hier, dit hier, dat wordt het centrum. En in de centrums die ik tot nu toe gebouwd heb, doe ik altijd een beetje van die kleine wegen... Gewoon een beetje kriskras door elkaar, aangezien het heel vroeger is gebouwd. Dus ja, weet je, vroeger deden we nog niet met mooie vormen wegen bouwen en deden we maar wat. Dus dan doe ik dat ook hier zo. Dit wordt nog even beton. Dan wordt dit zo de hoofdwinkelstraat zo. Weet je wat ik ook even doe? Dat vind ik wel leuk. Om een beetje het centrum zo aan te geven, doe ik zo een randje van bomen om het centrum heen zo. Kijk eens aan, dat is wel lachen denk ik. En er is ook een wijk wat het Wandelbos heet in Tilburg. Nou... Huh. Ik weet niet of je... Ja, je ziet het ook op dit kaartje. De Reeshofs zijn eigenlijk 3 van die cirkeltjes die soort van aan elkaar zitten. Ik ben heel benieuwd of mijn wegbouwkunsten dat misschien mogelijk een beetje na zouden kunnen maken. Begint ergens op te lijken, ja. Zo, ja, beter kan ik het niet krijgen, jongens. Maar ik vind dat ik aardig wel al goed werk geleverd heb, zo. Hey, Tilburg begint te leven, hoor. Ik vind het mooi. Even kijken, wat zit hier eigenlijk? Zit daar ook bebouwing? Een bos! Goed om te weten. Weet je wat? Dan doe ik nou gewoon direct het bos bouwen. Ik ben professioneel bossenbouwer, dus dan kopieer ik dat hier. Hopsakee. Kijk eens. Hopsa, hopsa, hopsakee. Nou jongens, heb je ineens een bos. Oh, lekker naast een kruispuntje wonen. Tilburg! Je wegen liggen op zijn plek. Dan is het tijd om te gaan... Ja, oké, zal ik daarmee stoppen? Waar ik naartoe wilde zingen is dat we eens hier eventjes wat winkeltjes en huizen gaan neerleggen. Jullie kennen de riedel, ik ben zo terug. Wel trouwens ook een paar grote gebouwen in Tilburg. Ik vind dat dat hier wel mag. Oh, als ik hier huizen bouw, dan gaan natuurlijk mijn bomen weg. Hé, maar dat vind ik niet leuk. Ja, maar... Het zal wel moeten. Ik zie hier op Google Satelliet dat dit gebied hier een kantorengebied is. Of een bedrijventerrein kan je beter noemen. Dus dan vind ik het altijd wel leuk om ook echt precies op die plek ook eventjes wat kantoren neer te leggen. Uiteraard. Zijn er natuurlijk wel potverdorie Nederland aan het namaken. Het houdt hier trouwens niet op met de bedrijventerreinen. Ook hier. Helemaal langs die snelweg af. Alleen maar bedrijven. Of trouwens, wacht eens. Ik zit dit hier een beetje op te vullen. Maar... We kunnen er toch veel beter. We kunnen er toch veel beter een gezellig plein van maken. Hier, palmbomen in Tilburg. Waarom niet? Ja, oké, misschien is dat net... Ja, ik vind het wel lachen zo. En dan hebben we zeker weten ook nog wel een leuk fonteintje. Die doen het altijd goed op pleinen. Kijk eens, voeg toch weer wat toe zo. Wat is dit? Oh ja, the world's biggest world. Oh, ik heb een idee. The world's biggest world past hier perfect op. Holy shit, het past echt precies. Ja, ik weet dat in het echt in Tilburg niet hier deze bol staat. Maar ik vind hem wel leuk. Dus ik laat hem ook zeker weten staan, denk ik. Tenzij jullie Tilburgers het er niet mee eens zijn, dan staan mijn oren open. Ik weet dat de Reeshof ook een station heeft, maar ja, sorry, die skip ik. Het zou een beetje raar zijn als letterlijk 3 meter naast het volgende station weer een nieuwe ligt, sorry. En weet je wat, hier langs deze grote straat, af en toe nog een winkeltje hier en daar, weet je. Maak ik hier een onverharde weg van, weet je wel, door een bos heen. Hé, trouwens, dat hebben we volgens mij ook in Eindhoven gedaan. Dat hebben we niet in Eindhoven gedaan, nee, dat hadden we in Heerle gedaan. Toen stond er, zeg maar, ook op Google Maps dat er hier een bos lag. Maar toen hebben we er ook tegelijkertijd een soort van park van gemaakt. En aangezien we er voor de rest niet meer heel veel plaats voor hebben, is dat wel een goeie. Hier een speeltuintje kan er wel bijvoorbeeld. En hier een large playground, ja. En ik besef me dan net dat ik wel enthousiast hier al die gebouwen aan het plaatsen ben. Maar we hebben nog helemaal geen scholen, niks gegeven aan Tilburg. Sorry. Dat kunnen we op zich wel hier aan deze weg prima doen, denk ik. De welbekende truc. Een middelbare school. in een basisschool bouwen. Ja, weet je, dat doet het altijd goed. Gewoon een plaats te besparen. Hoe gaat het met vuilnis? Met vuilnis gaat het heel bakker. Oké, weet je wat? Dan leggen we er hier in België nog een bij. Zo, weten jullie wat ik ook mooi vind om te zien, dames en heren? Voor de 5000 inwoners die wij hebben, gaan er 700 per week met het openbaar vervoer. Ik weet nog in mijn vorige stad, Sangaziros, die had iets van 100.000 inwoners. En toen gingen er iets van 15.000 mensen met het openbaar vervoer. Dus hier in deze map gaan er zeker weten meer mensen met het openbaar vervoer. Maar ja, dat is ook logisch, want alles ligt verder uit elkaar gespreid. Maar ja, ik weet niet, ik vind dat toch wel mooi om te zien. En volgens mij is station Sittard oprecht hier 390. Dat hadden we in Sagrazeros niet hoor, per week. Zo, terwijl Tilburg groeit, was ik eventjes gaan pissen. Wat hebben ze toch met tankstations tegenwoordig hier om overal te bouwen? In Weert ook al, kijk hier. 6 tankstations of zo, dat is echt gewoon niet cool. Liggen die in Weert nog steeds of zijn ze geupgrade? Ja, die liggen er in Weert nog steeds. Nou denk ik wel dat ze hier in Tilburg gauw gaan upgraden, aangezien hier best wel veel te doen is. Meer als in Weert, dus ja, oké. Ik zie hier trouwens wel al een beetje verkeersprobleempjes. Ja, weet je wat het probleem is? Ik heb de Traffic Manager mod niet meer. Oh, trouwens, even wat water geven. Maar die mod, die heb ik niet meer. Anders had ik dat probleem daar easy kunnen oplossen. Maar dat gaat nou even niet op de manier hoe ik het wil. Weet je wat? Ik laat het gewoon even. En als de Traffic Manager mod het weer doet, dan fix ik het wel. Of het lost zichzelf op, weet je wel. Iedereen komt nu namelijk ook tegelijkertijd Tilburg ingereden. Stroom. Stroom. Hier in Hilvarenbeek ligt al een stroomkabel. Trekken we die hier regelrecht naar Tilburg. Hopsakee. Ik zie trouwens ook hier op het kaartje dat hier in deze hoek een bedrijf ligt, genaamd Atero. Ik zie allemaal watertanks en het is waarschijnlijk een waterzuiveringsbedrijf. En nou heb ik een leuk ideetje op zich, want we hebben namelijk deze apparaten hier. En die lijken best wel erg op wat ik daar op Google Maps zie. Dus op zich, weet je wat, let op. Trouwens, we hebben natuurlijk ook gewoon de kanalen hiervoor. Misschien kan dat. Ja, leuker. Zo, je hebt ook dikke kanalen hoor. Jezus. Jongens, dit is perfect. Dit is echt oprecht perfect. Dan leggen we in dit kanaal een waterbronnetje erin. Waarom kan dat nou weer niet? Dat is muf. Kan ik hier wel zo'n ding neerleggen? Oh, dat kan gewoon. Oké. Ja, dit ligt alleen wel nu totaal midden in Tilburg. Kijk, dit kunnen we wel een beetje verschuiven zo. Ik bedoel, ja, de riolering van onze stad ligt nou ergens in, hier helemaal in Duitsland, daarboven. Maar ik ben heel benieuwd als deze dadelijk gaan vullen. Die gaat sowieso overstromen. Dus dan moet ik er wel een waterbron. Kijk, daar komt het water. Ik bedoel, daar komt de scheid. Mooi dit, mooi. Die gaat natuurlijk heel best wel snel opvullen. Kunnen wij er nu wel een waterbron in zetten? Nog steeds niet. Ja, als ik deze waterbron laat lopen, dan komt dat natuurlijk in heel Tilburg, hè? Ja, dat gaat mis. En wat ik ook kan doen, is hier een paar waterpompjes inzetten. Zodat het water er tegelijkertijd ook weer uit wordt gepompt. Ja, ik ben hier heel ingewikkeld aan het doen. Dan moet ik even opletten dat ik die wateroppompers niet aansluit op het watersysteem. Want dan wordt iedereen ziek in Nederland. Maar misschien werkt dit. Oprecht gewoon. Ja, nu zuigen ze weer te veel op. Als ik er nou eens 2 verwijder, hoe zit het dan? Ik zie water, ik zie water. Ja, en nu is er weer geen water. Oké, 1 wateroppomper dan. Trouwens, nee, dit werkt. Dit werkt. Ja, jongens, dit werkt. Maar dan hoop ik niet dat het dadelijk gaat overstromen weer. Ja, dat water is aan het stijgen, hè. Dat water blijft maar stijgen. Oh, god. Ik heb alles verwijderd. Nu komt natuurlijk eerst een bolk en scheiden omhoog. Oh, shit. Sorry, Tilburg. Oh, nee. Oh. Dit kan echt niet, jongens. Dit kan echt niet. Ik moet hier ook heel snel een kliniek gaan neerleggen nu. Want dat heb ik nu niet gedaan, besef ik me. Nou ja, het lost zich wel op, denk ik dan maar, hè. Ik wilde sowieso een meer maken. Alle scheid stroomt hier nou in. Dat is goed. Oh, kijk al die scheid hier. Oh, nee, alles ligt vol. Oh, jongens, kijk dan. Alles ligt vol. Mensen rijden er doorheen door hun eigen scheid. Oh, dit is... Ja, dit zie je ook alleen in Cities Skylines. Hopelijk kan ik nou eindelijk maken wat de bedoeling is. Hier moet nou toch wel een waterbron in kunnen, toch? Juist. Dit is perfect, jongens. Dit is precies hoe ik het ongeveer wilde namaken. Overstroming. Weet je wat we misschien even moeten doen? Dat waterniveau nog iets meer laten zakken. Is misschien wel handig, voordat er gewoon elke dag een overstroming is hier. Hey mensen, check it out. We hebben nu een officiële waterzuiveringsbedrijf hier. Of ja, waterzuiverings. Het is meer een meer van scheid hier naast Tilburg. Dan wil ik wel eventjes hier om dat hele bedrijf heen een randje van bomen neerleggen. Zodat het wel een beetje uit het zicht ligt. Kijk eens aan, dat wordt dan ook tegelijkertijd soort van het hek van het bedrijf. Dan leg ik ook nog een paar zandpaadjes door het gevaarte heen. Dan denk ik dat we zo best wel iets moois hebben neergezet hier. Hier nog een leuke achteringang. Hopsakee. Ja, vet man. Nou zie ik alleen wel dat de populatie van Tilburg niet wordt opgeteld bij ons totaal. Weet je, hier zijn we ergens begonnen met bouwen. Dit probleem, dat hadden we in Eindhoven ook. Maar toen reden er oprecht ook geen auto's door Eindhoven. En ik zie wel gewoon auto's door Tilburg heen rijden. Dat is vaag. Ik heb ook direct maar eventjes wat bomen hier in Tilburg gebouwd. Hé, hey, kijk eens, dat is apart hoor. Er zijn ook nog geen mensen op het station. Wacht eens even, dat station is nog niet eens aangesloten, Ties. What the fuck? Zagen jullie wat die ambulance deed? Classic probleem als hier een paar dingen te dicht op elkaar liggen. Hopelijk is dat zo opgelost. Moeten we even wachten op een auto. Ik zie er een hoor. Ja, kijk, dat gaat al beter. Mooi. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon eens een test doen. Als ik hier keiveel huizen verwijder, gaat er dan inwoners vanaf? Misschien denk ik het wel dat er niks is bijgeteld. Oké, daar gaan ook wel gewoon inwoners vanaf. Ja, oké. Oké, test nummer 2. Ik verwijder nog meer huizen. Eens kijken wat er gebeurt. Ja, heel jammer. Sommige van deze huizen zijn al best wel hoog level. Maar ik moet het gewoon zeker weten, ja? Oké, laten we dit eens afspelen. Even de hele Reeshof verwijderd alsof het niks is. Oké, min 140. Ja, dan klopt het toch wel. Nou wonen er best weinig mensen in Tilburg. Ik bedoel, toen we deze uitbreiding in Eindhoven deden... Moet je eens kijken wat voor een uitbreiding we hadden. Ik heb weer de alarmbellen voor niks geslagen. Oké, jullie hebben aan de titel gezien dat ik nog één ding in deze aflevering moet bouwen. De Beekse Bergen. Weet je wel, dat is die gekke dierentuin waar je met je eigen auto als het ware een safari kan doen door de dieren heen. Oké, de Beekse Bergen ligt eigenlijk aan beide kanten van deze hoofdweg hier. En ik zie dat hier een meertje ligt. Laten we daar maar gewoon eens mee beginnen. Kijk, ik zie hier een meer van de Beekse Bergen. Mooi hoor, nooit gedacht dat ik dit zou maken toen ik met Woeha daar ook was. Toen was er namelijk een rapfestival, Woeha, bij de Beekse Bergen hier aan dat meertje. Zaten we hier met een tent op die camping. En ik weet het nog goed jongens, het had iets van 20 dagen had het niet geregend. Dus het was één grote stofwolk daar op dat hele terrein, tot in de tent. Ja, het was best wel afzien, maar goed. Maar goed jongens, het meer ligt er inmiddels. Laten we hier eens een soort van ingang van de dierentuin maken. Of soort van, gewoon 100% een ingang van de dierentuin. Zoo Main Gate, die gaat daar cannot build on water. Ja, het is goed geweest jongen, met jou. Meteen nou ook Amity Zoological Gardens. Hartstikke nee, Beekse Bergen. En wat mijn idee dan is jongens, is hier een soort van hoofdpaadje om dat meer heen. Dat hoofdpaadje gaat dan, kan ik hier een brug van maken? Dat kan zeker, geweldig. Het gaat dan over deze hoofdweg heen hier. En dan ligt hier eigenlijk het hoofdgedeelte van de Beekse Bergen. Dat zie ik hier ook, waar je de safari en zo kan doen. Ik zie de Beekse Bergen. Best een groot ding eigenlijk zo. Onderhand net zo groot als Tilburg. Nee, het is een park. Oh, hier is het park. Oh, wacht, ja. Ik was al in de war. Ik had hier ook een normale zone van de Beekse Bergen gedaan. Ja, die mag weg. Hier, Zoo Souvenir Shop. Die doen we hier bij de ingang. Ja, het is best een eindje lopen. Dus wat ik dan doe, is hier halverwege een cafeetje. Ja, wc'tje met uitzicht over het water. Leuk. Laten we hier trouwens maar gewoon een klein weggetje van maken. Ik bedoel, het is niet alsof hier een grote stad komt. En dan doe ik ook gelijk... Hier is een grote parkeergarage. Nee, deze misschien. Deze past hier wel, maar is gewoon te groot. Ik bedoel, mensen moeten natuurlijk wel gewoon een wagentje kwijt. Hopsakee, kijk eens. Genoeg parkeer... Ja, dat is te veel. Helaas kunnen we hier niet met auto's echt langs de dieren af gaan rijden. Stroomkabels staan zoals altijd weer lekker in de weg. Ja, die cirkel die is lelijk. Oké, dan moeten we natuurlijk ook eens langzaam wat verblijven van de dieren gaan bouwen. Moose en rendier, die hebben ze sowieso bij de Beekse Bergen. Oh, wacht, als ik die neerzet blijft het paadje gewoon staan. Maar dat ziet er niet uit, oké. Oh, de verblijven hebben ook hun eigen paadje. Oké, ja, dat was ik vergeten. Wat is dit? Antiloop. Die kan hier wel tegen dat paadje aan dan, dacht ik. Jazeker. Wat is dit? De flamingo's. Die hebben ze volgens mij wel bij de Beekse Bergen. Dus die leg ik dan ook neer. Het Monkey Palace, jazeker. Ik weet niet eens of ze apen hebben bij de Beekse Bergen, vast wel. Maar dan leg ik die daar zo neer. Kijk eens, yo, flinke Beekse Bergen. Misschien moeten we Hilvarenbeek dadelijk ook eventjes een beetje verschuiven. Want het ligt nou zeg maar tegen de Beekse Bergen. Ja, laten we dat gewoon nu doen. Yo, Hilvarenbeek gaat even verhuizen. Hilvarenbeek op je bakkes, mooi. Oh, hier liggen nog wat huizen. Nee, dank je. Doei. Deze brug wil ik eigenlijk nog iets verder laten lopen. Ik vind die brug wel leuk. Die gaat nog iets verder hier de dierentuin in. En dan pas gaat hij omlaag. Zo. En dan kan je vanuit daar hier alle richtingen in. Die kant op en die kant kan je op. Ja, het is eigenlijk jammer dat hier zo'n pad om dat ding heen ligt. Want het ziet er gewoon lelijk uit. Wacht, ik heb een idee. Oh, dit kan volgens mij nog wel eens werken. Als we hier alleen de nood selecteren. Nee, jammer. Dat kan ik niet verwijderen. Zonde. Jammer man, ik had ze er graag namelijk weggewild. Weet je, dan doen we hier nog een paadje zo achter de antilopes langs. Boom, en aansluiten die handel. Oké, Beekse Bergen. Weet je, dan leg maar hier gewoon een paar grote stenen neer. Ja, dat is wel heel groot. Hier joh, what the f**k, is gewoon een wolkenkrabber. Dan pak ik gewoon deze stenen, dat kan ook natuurlijk. Kijk, die kunnen we wel gewoon over die paden heen leggen. Zodat je ze in ieder geval gewoon wat minder goed ziet, die paden. En dan begint het ook ineens meer een beetje heel te lijken. Nu we toch met stenen bezig zijn, leg ik er hier om het water heen ook een paar neer. Past er wel bij. Uiteraard moeten mensen in de dierentuin ook een lekker koffietje kunnen drinken. Dus dat kan zeker weten. Mensen moeten natuurlijk ook pissen als ze in de dierentuin aanwezig zijn. Waar zullen we dat nog eventjes bouwen? Hier zo, naast het café. Yes. Hier nog een paar leuke steentjes. Weet je, dat zie je toch wel in een dierentuin. Gewoon hier en daar wat stenen. Want in een echte dierentuin proberen ze het ook gewoon zo natuurlijk mogelijk te maken, zeg maar allemaal. De Beekse Bergen. Ik ben best wel tevreden. Ik ben sowieso best wel pittig tevreden met hoe Tilburg eruit begint te zien. En dan hebben we nog niet eens alle decoratie om de stad heen gebouwd. Weet je wel, hier die weilanden en zo. Dus ja. Hey, niet te vergeten, de bomen om de Beekse Bergen heen. En ook in de Beekse Bergen. Ik bedoel, een dierentuin hoort groen te zijn. Kijk, dus ook hier tegen die wegen aan. Om dat meertje heen, natuurlijk ook. Niet in het meer. Doe ik hier achter die stroomkabels langs. Gewoon zo'n lijntje van bomen. En hier zo langs die weg af, ook gewoon wat bomen. Weet je wel, dat ziet er... Kijk, dat ziet er direct 10 keer realistischer uit. Dames en heren, jongens en meisjes. Check dan eens even. Deze aflevering, best wel mooi werk geleverd, al zeg ik het zelf. Weet je wel, toch weer een mooi, leuk deel van Nederland erbij. De Beekse Bergen begint te leven. Mensen beginnen te bezoeken. Hier, hoor dan. Oh, wat een geluiden, dames en heren. Wat een geluiden. Hey, ik ben ziek tevreden met wat we deze aflevering toch wel weer eventjes voor elkaar hebben gekregen. Hier, dit vind ik nou de leuke details hoor. Hier is een waterzuivering. Kijk, het draait ook rondjes of zo lijkt het. Op zich wel vet, weet je wel. Want normaal in deze dingen hier draait het ook zo rondjes. Ik ben heel benieuwd wat jullie van het eindresultaat van Tilburg vinden. En wat jullie er überhaupt tot nu toe van vinden, weet je wel. Laat maar even jullie mening weten. Misschien denken jullie van, hey Ties, dit kan je wel beter doen. Of dat hoeft op zich minder. En dan ga ik één ding aan jullie vragen en dat is een like doen op deze video. En een idee achterlaten voor de volgende video. Ik denk dat ik het eerlijk gezegd wel weet. Ik heb het misschien al eerder deze aflevering genoemd. Efteling. Abonneer ook zeker weten op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering komt. En dan check ik jullie graag volgende week bij de volgende aflevering.